Het aantal coronapatiënten in de gemeente Eindhoven is verdubbeld. Twee weken geleden was het aantal bestemmingen op 17 personen vastgesteld. Nu staat de teller op 38. Daarvan is er wel maar één persoon in het ziekenhuis. De besmettingen nemen vooral in het westen van het land toe, maar in Eindhoven en omgeving zijn er ook verschillende besmettingen geconstateerd. De afgelopen twee weken is in Gelderop-Muurlo het aantal besmettingen gestegen van 0 naar 2. In Waalden zijn er 3 en in Valkenswaard 6 besmettingen. In Best steeg het aantal besmettingen van 1 naar 5 en in Veldhoven van 1 naar 7. De gemeente Nuenen en Sonnenbreugel tellen vooralsnog geen besmettingen. De GGD maakt zich zorgen over deze oplopende cijfers.